Matthäus is voor mij een heel monumentaal stuk. Het is, het zegt gewoon alles over het evangelie volgens Matthäus. Het gaat recht je hart in. Het raakt ongelooflijk en dat weet ik uit eigen ervaring, omdat ik in 2007 voor het eerst Matthäus speelde. Ik was net uit Duitsland gekomen en in Duitsland heerst die cultuur van elke jaar Matthäus spelen helemaal niet. Maar na afloop van deze Matthäus was ik zo ondersteboven en zo geraakt dat ik kon niet stoppen met huilen. En gewoon omdat het zo ongelooflijk mooi is. En ik heb me nu geconcentreerd op het Erbarme Dich, de grote alt-aria. Natuurlijk vanwege de prachtige vioolsolo die erin zit. Maar ook vanwege de tekst. Die voor mij wel echt de essentie van het evangelie volgens Matthäus uitlegt. Erbarme dich, mein Gott, um meiner Zehren willen, schaue her. Herz und Auge weint vor dir bitterlich. En de vertaling daarvan is: heb medelijden, mijn God, omwille van mijn tranen, zie toch, hart en ogen wenen bitter voor u. En dat is nog altijd van deze tijd, wat voor fouten wij mensen ook maken. Dat, het komt uiteindelijk goed als God ons vergeeft, als hij medelijden met ons heeft.